Dit is NEO, Nitrogen Enriched Organic Fertilizer, stikstofverrijkte mest. De mest die deze koeien in de stal laten lopen gaat door de Manure Enricher van machinefabrikant Gea. Deze opstelling haalt stikstof uit de lucht en verrijkt ermee de mest. En dankzij de techniek hebben we een vijftal effecten. De ammoniakuitstoot wordt stopgezet, want we sturen op, ja, we zuren aan. De methaanuitstoot wordt stopgezet. We voegen stikstof in de vorm van nitraat toe en daarom noemen we het NEO. De geur gaat er vanaf. Je ruikt geen mestgeur meer en we hebben hier hygiëniserende werking. Het is een unieke oplossing om die boer een handvat te geven om toekomstbestendig en duurzaam te kunnen werken. Melkveehouder André Schilder uit Spierdijk was een van de eerste gebruikers. Deze week konden geïnteresseerden bij hem op het bedrijf een kijkje komen nemen. De capaciteit van de verrijker is ongeveer 10 kuub per dag, maar omdat de opstelling veel stroom verbruikt, is de capaciteit bij Schilder 6 kuub per dag. Ja, dat is ook weer uiteindelijk een stukje kostprijs. Uiteindelijk als je hem volledig laat draaien, dan wordt het op een gegeven moment het maken te duur. Dus je kiest daar uiteindelijk je tijden in. Dus zo gauw stroom niks opbrengt of dat je het bijna gratis krijgt, draaien we vol last. En zo gauw stroom heel duur is om in te kopen, dan schalen we hem gewoon af. Dus dat is de reden dat hij niet volledig draait. Ja, dus die functie zit er wel tussen? Ja, dat zit op de machine. Er loopt een aanvraag om dit product als Renuur te kunnen gebruiken. Het mag wel gebruikt worden binnen de kunstmestplaatsingsruimte. Het kost je dus wat kunstmestplaatsingsruimte, maar je mag hem uiteindelijk, ze zien hem wel als een stikstof. En ja, de aanvraag voor het Renuur-verhaal, dat is nu gaande. Ze zijn hier ook laatst geweest en ze waren er wel heel positief over. We hebben goedkeuring van het ministerie om deze meststof te mogen gebruiken in de mestboekhouding. Als deze goedgekeurd wordt, dan hoeven we op dit bedrijf geen mest meer af te voeren. En dat is nu wel het geval? Dat is nu wel het geval. Aankomend jaar moeten we ongeveer 1700 kuub afvoeren. En als hij goedgekeurd is, dan zou dat nul wezen. Je mag zelfs dan weer wat aanvoeren.